De Partij voor Broederschap en Eenheid, de BEP, is niet in een hoera-stemming met betrekking tot de benoeming van Gramang Albert Aboikoni. Dit is niet de manier waarop wij Marons een Gramang voordragen voor erkenning aan het centraal gezag, zegt Ronnie Asabina, voorzitter van de BEP, gisteren tijdens een persconferentie. Het gedrag is anders verlopen dan wat wij gewend zijn, zegt voorzitter Asabina. Hij merkte op dat zowel groepen als individuen proberen munt te slaan uit de ontstane situatie. Allerlei irritatie, allerlei verdachte valse aantekeningen. Ja, lolotaki, nagamietaki. En uno fitpep no feritaki, asama ka volle, ne verdien. Afacitisi, fa, groeperingen. Naar een individu is ook om naar een situatie te zien. We vinden van hoe de politie dat die als er maar kan vallen, nu ben maar liever morgen langer in onzekerheid en in instabiliteit. Daarom we vinden ook toe voor de kwade bedoeling zijn spreken voor die dat die zou weer wees je sensaties ze. Wees je man dit apparatuur voor politiek gewin. En uw bevinding, taki, daarmee ben je niet oprecht bezig. Edgar Dikan, ondervoorzitter van de BEP, tevens minister van regionale ontwikkeling, wijst erop dat de taak van het ministerie is het installeren van een Gramang. Dikan zei verder dat elke andere kandidaat die door de president was gekozen, geïnstalleerd zou worden. Dat is de taak van het ministerie en niet het aanwijzen van het groot opperhoofd, benadrukt hij. Ik benadruk dat hij wiens summa beërkent bij zijn zijn erobering. Dat want dat hij het naar meneer Frans Banaai, president, beërkent hoe we installeren ook toe. Het naar meneer Amina, president, beërkent hoe we installeren ook toe. Dat naar Europa voor Euro. En dat Euro doe. En nu al die alles maar tangen zijn voor een kotapa pis voor een politici. We moeten brengen in herinnering dat hij eigenlijk Sakuship sa Abib Sakba in 2005. Maar kan de Facebook nog bij de, kan de bepaalde radio en TV station nog bij de theater dat die WhatsApp nog bij de, waardoor watra fasi asan waka. Dat was Edgar Dikan, minister regionale ontwikkeling en ondervoorzitter van de Broederschap en Eenheid in Politiek, de BEP. Hij sprak gisteren over de benoeming van Gramang Albert Aboikoni tijdens een persconferentie in het BEP-partijcentrum aan de Niweergevondenweg.